Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag de energieupdate 4 tot en met 10 maart. Ook is er een nieuwe maan in Vissen nog deze week, of aankomende week. De video komt natuurlijk een enkele dag eerder online te staan. Maar we gaan eens kijken wat dat in het energetisch veld met zich mee gaat brengen. We gaan intappen op de energie. Nu hebben we natuurlijk best wel een intensiteit gehad, ook in februari. Ook gerelateerd natuurlijk aan alle planeetstanden. Gewoon eigenlijk alles wat er gaande is. Ook de Schumann-resonantie heeft behoorlijke pieken gehad. Zelfs een paar keer op blackout gegaan. Mocht je nog niks weten van de Schumann-resonantie, dan kun je altijd een berichtje even beneden posten. Zodat je kunt informeren wat dat eigenlijk precies inhoudt. Kort door de bocht, het heeft met de trillingsenergie van de aarde te maken. Als daar een bepaalde pieken in komen, dan zul jij dat in je fysieke lichaam kunnen ervaren en voelen. Het zal niet voor iedereen gelden natuurlijk, maar je kunt dan ook denken aan ascensieverschijnselen, hoofdpijn, druk op je schouders, moeite hebben met goed kunnen gronden, een beetje licht in je hoofd, echt druk op je ogen. Dus er is voor iedereen, kan daar een bepaald element in zitten wat daaraan gekoppeld is. Maar goed, we gaan gewoon beginnen. Zoals je kunt zien neem ik de video dus van voor dit keer op. Dus niet vanuit boven. Dus jullie zullen de kaarten niet helemaal kunnen zien zoals normaliter. Maar ik probeer ze gewoon in beeld te houden wat voor nu mogelijk is. We gaan dus even kijk, als eerste krijgen we ruimte maken. Er zijn heel veel mensen op dit moment bezig om de laatste restjes op te schonen waar ze mee zitten. Denk aan een karmisch kort, denk aan pijnstukken waar ze mee te maken hebben gehad. En die pijnstukken geven er ook weer de ruimte voor om die deur open te zetten, om nieuwe frisse wind binnen te laten. En als die nieuwe frisse wind weer binnen is, dan kun je natuurlijk ook meer inzicht weer krijgen. Nu gaan we natuurlijk weer dat er meer, het is sowieso al langer licht overdag natuurlijk, in de avond minder snel donker. Dat geeft ook alweer een beetje een gevoel van het leven weer voelen. Of ja, hoe kan ik dat zeggen? Ik had pas iemand die had gereageerd op een video en die zei, ik snap precies wat jij bedoelt. We hebben natuurlijk best wel ook wat regenachtige periodes achter de rug in dit jaar al. En voor mij voelt het ook eigenlijk als een beetje een energetische cleansing wat er dus plaats heeft gevonden. Nu kan het ook zijn dat voor sommigen geldt dat je dus bezig bent om in je woonomgeving kasten op te gaan ruimen. Je kledingkast bijvoorbeeld, omdat je weer naar het voorjaar gaat. Wintergarderobe weer naar zolder gaan brengen of hoe het dan voor jou ook geldt. Kan ook te maken hebben met artikelen of elementen wat jij nog in jouw huis hebt bewaard, waaraan een energetisch koord gekoppeld zat. Denk aan een cadeautje wat je van ooit iemand hebt gekregen, wat een toxische verbinding bleek te zijn. Nu kan het dus helpen om dit te ontkoppelen door het artikel dus uit huis te plaatsen. Of door het artikel energetisch de koord te verbreken. Want ook aan dat stukje zit een energetisch koord verbonden. En dat gaat nu dan meer naar de oppervlakte komen. Vooral, we hebben een kaart 62 maak 6. 6 is natuurlijk in de tarot de geliefde. Vanuit liefde mag jij dingen los gaan laten. Mag je dingen op gaan ruimen. Het is de tijd ervoor. Tik-tak. Tijd om nu ook energetische koorden, spullen op te ruimen. Een beetje ja, de last wat al die tijd om jou heen heeft gehangen. Wat ook voor, ik weet niet of jullie het kunnen zien, roerigheid op ruis op de lijn heeft gezorgd. Dat kan dus nu vrijkomen. En je wordt letterlijk ondersteund vanuit het universum. Oké, hier heb je, hier, we helpen jou een handje mee. Dus als je daarmee aan de slag gaat, kun je daar echt deze week je voordeel uit doen. Vooral omdat de nieuwe maan in Vissen staat. Vissen is natuurlijk een waterelement. Ook weer gerelateerd aan je emoties. Ik zal daar later deze week proberen nog een video van online te zetten. Want het is de 10e. Ik heb de laatste weken best wel ook video's geüpload, vooral in februari, wat gekoppeld was aan verbinding leggen met andere mensen. En nu krijg ik hier gelijkgestemde eruit. Ben dankbaar voor deze magische verbinding. Deze zijn zeldzaam en kostbaar.
Koester deze in je hart. En met gelijke stemden bedoel ik mensen waar je energetisch mee kunt verbinden. Hoeft niet altijd in de fysieke wereld ook direct dicht bij jou te zijn. Kan ook iemand zijn waarmee jij verbindt op afstand. Doordat er misschien een... dat je ver van elkaar vandaan woont. Of in een ander land woont. Of wat dan ook. Maar het gaat om de energietrilling tussen jullie beiden. En als die in een bepaalde frequentie is. Wat gelijk is aan die van jou. Dan kun je gewoon heel erg makkelijk connecten met die persoon. En dit hoeft niet altijd op vriendschap te zijn. Kan ook het romantische stukje zijn. Kan ook het zakelijke stukje zijn. En deze komt eruit. Verkeerde intenties. Maar hij vliegt op kop. Niet alles is wat het lijkt. Laat je niet misleiden. Dit heb jij dus overwonnen. De laatste maanden, ik voel ook wel dat voor sommigen echt al vanaf de Leeuwenpoort in augustus 2023 was, zijn er dingen aan het licht gekomen. Een soort torenmoment idee wat je hebt gehad. Waarbij best wel gevoelens, emoties naar de oppervlakte is gekomen. Waarbij je inzicht hebt gehad waarom iets in verbinding bijvoorbeeld was. Waarom een situatie was. Daar heb je inzichten over gekregen. Want deze komt op kop. Dus dat laat zien dat je die misleiding niet meer aangaat. Je blijft dicht bij jezelf. Waarbij je dus die trillingsenergie ophoogt. En als die opgehoogd is, zal dit jou niet meer hoeven bereiken. Want dit is de trillingsenergie die er dan onderdoor gaat glippen. En dat is eigenlijk wat het universum of God of hoe jij het dan ook wil noemen voor jou bedoeld heeft. Je kunt het eigenlijk zien als het stukje helpen hier in dit stukje. Door de verlichting zie je het misschien bijna niet. Je wordt een beetje in die lift gezet. En dat zorgt er dus ook voor alles wat dus niet volgens het doel is waar jij mee te maken hebt. Dat wordt opgeschoond. En dan hoef jij niet altijd fysiek mee bezig te zijn. Of mentaal of energetisch. Dat kan ook zijn dat het in het energetisch veld al voor jou gedaan wordt. Omdat jij dus in een trillingsenergie zit. Waarbij dit nu ook verwezenlijk kan worden. Vanuit hogere aspecten. Maar we gaan eens even kijken. Wat er nog meer aan toegevoegd kan worden met de tarot. Ja, nou, die vliegen er echt al uit. Kijk, voor sommigen kan het dus gelden dat er een verbinding dus afgerond is. Een verbinding waarbij jij in eerste instantie niet vanuit echt die oprechtheid connecte. Of de ander connecte niet vanuit oprechtheid. Dan kun je dus in elk tijdlijn even passend. Nee, niet passend maken, maar inpassen hoe het voor jou voelt. Want het kan natuurlijk zijn dat jij vanuit het oogpunt van de ene energiestroom kijkt. Of van de andere energiestroom. Of je bent als iemand aan het kijken voor een ander, zeg maar. Want dat kan natuurlijk ook, hè, een soort crosswatcher idee. Er zijn eerder verbindingen geweest die niet de juiste intentie hadden. Die niet, de verkeerde intentie dus. Dus de verkeerde samenstelling, verkeerde vibratie hadden. Maar hier heb je wel heel veel in geleerd. Je hebt hier ruimte voor gemaakt om daar ook, hoe kan ik het zeggen? Ook met dankbaarheid op terug te kijken dat dit nu voor jou bestemd is. Dat dat afgesloten mag worden. Dat je naar die vernieuwing mag gaan. Het is de tijd. Het heeft ook echt met je divine timing te maken. Alles wat in de weg staat om jouw hoogst haalbare doel te gaan bereiken. Dat wordt eigenlijk zo letterlijk je lichaam en leven uitgebonjourd. En ik zeg lichaam, omdat energetisch houden wij natuurlijk in ons lichaam ook heel veel vast. Hè? Denk aan bijvoorbeeld bepaalde lichamelijke klachten. Als je stress hebt, wat je kunt ervaren in je lichaam. Maar dat kan ook gerelateerd zijn aan connecties die niet zuiver zijn. Of situaties, denk aan werk, waarbij je je eigen uitput tegen een burn-out aanzit. Dat zijn allemaal elementen wat in je fysieke lichaam dan zich gaat uiten. En als dat het geval is, als het al in je fysieke lichaam geuit gaat worden, dan ben je eigenlijk al heel ver over grenzen van jezelf heen gewalst. Dan heb je je grens niet goed weten te bewaken. En daar ga jij ook nog wel wat stappen in zetten. Maar hier zie ik al dat je weer die vernieuwing ingaat. Je pakt eigenlijk en omarmt het eigenlijk ook gewoon zoals het mag zijn. Wat voor jou goed voelt. En niet gelijk zo van, oh, wat denken anderen ervan? Nee, kijk.
wat toxisch is en wat niet voor jou bestemd is, dat ga jij gewoon eigenlijk control-alt-delete creëren in jouw lichaam. Want als we gaan kijken, dan staan hier, hier liggen de lege bekers en hier staat dan een volle achter deze persoon. En dit geeft aan dat je wordt ondersteund. Elke karmische verbinding, elke karmische les of trigger point of energetisch veld waar je doorheen mag wat niet in de zuivere positie was, dat gaat nu opgelost worden. Die heling heb jij dus voor heel veel stukken al verricht. Maar er zijn nog wel wat stukjes wat er aan gaat komen. Maar van de andere kant, je gaat het leven ook weer vieren. Dus er zijn elementen, je kunt dus in een proces zitten waarbij jij dus net in dit element bent gestapt. Waardoor je dus nu nog even door die diepgang heen mag gaan. En voor sommigen kan het zijn dat je dus al verder in je proces zit. Waarbij je dit al ontkoppeld hebt. En dus ook gelijkgestemden kunt gaan ontmoeten in een recent tijdsbestek. Maar alles doe je vanuit oprechtheid, eerlijkheid, naar waarde. Je staat er ook wel standvast in van oké, dit wil ik gewoon niet meer ervaren. Dit is mijn les die ik eruit heb gehaald. En als er weer een soort element op je pad komt, of een les, of een, een situatie waarbij jij eigenlijk getriggerd wordt, dan zul je ook merken van oké, tot hier en niet verder. Dankjewel voor de les die ik er weer uit mag halen, maar ik trek me eigenlijk er op dit moment niks meer van aan. Dit is niet voor mij bestemd. Ik ontkoppel me. En dan ga je in jouw eigen energie zitten. Dit voelt voor mij als jouw eigen energie. Ben je als man aan het kijken of als vrouw aan het kijken? Maakt niks uit. Dit is jouw energie. Koning van bekers. Vastberadenheid. Stabiliteit op emotioneel vlak. Heeft een vissenketting om zijn hals. Dus het kan ook echt nog met die nieuwe maanenergie te maken hebben met vissen. Stromingen, nieuwe handreikingen gaan er komen. En dan zul je ook merken dat alles veel makkelijker in jouw energetisch veld gaat stromen. Waarbij jij dus veel stabieler je eigen neer gaat zetten. Ik voel ook echt zo van, oké, je gaat mee, je deint een beetje mee. Maar je laat je eigen niet meer omverblazen mocht dat het geval zijn geweest in het verleden. We krijgen het Rad van Fortuin onderkant dek. Met daarna ook gelijk de Zes van Zwaarden. De Zes van Zwaarden is natuurlijk een soort vertrekkaart. En voor mij voelt dit ook dat je succes gaat hebben nadat jij dus het stuk af hebt gesloten. Wat gekoppeld zit aan een pijnstuk. Pijnstuk waarbij jij toch misschien te lang aan een situatie vast hebt gehouden. Of waarbij jij misschien te naïef of te koppig bent geweest om het ook te ontkoppelen. Want dat kan natuurlijk ook zo zijn, hè, dat dat het geval is geweest. Wat ik wel merk is dat de dankbaarheid voel ik bij jullie. Dat je dankbaar bent dat dit nu ook allemaal in werking is gezet. Dankbaar dat, ondanks dat het geen fijne periode was, die toxische elementen, dat het wel ontstaan is. En dat je daardoor wel in bent gaan zien wat je wel wil, wat je niet wil. Ik voel ook wel dat er voor sommigen wat spiegelmomenten zullen zijn geweest. Stel dat jij een verbinding hebt gehad met iemand die op relationeel vlak of zakelijk vlak. Waarbij niet alle twee de partijen, jij en de ander, dus dezelfde input hadden in de verbinding tot stand te houden of te creëren. Denk aan als je verliefd bent dat de ene misschien veel intenser verliefd is als de ander. Dan heb je al een beetje een disbalans en dat is dus wat hier ook wel ligt. Daar is het ook aan gekoppeld. Waarbij het dus ook niet helemaal correct was wat er in het energetisch veld tussen jullie actief was. En door daaruit te vertrekken en door het in te zien, maar ook te spiegelen, zul jij succes gaan hebben. En dat spiegelen kan ook zijn dat jij bijvoorbeeld minder van een ander hield als, als de ander dan, zeg maar. En je ontmoet na een lange tijd weer iemand anders waarbij jij wel veel meer van de ander houdt als de ander voor jou, dan is dat een spiegelmoment. Dan is dat een moment van oké, wat kan ik hieruit halen? Wat is mijn les hieruit? Wat is de bedoeling hiervan? Voor velen kan dit gewoon een spiegelmoment zijn dat je inzicht krijgt op de reacties. Of jouw, hoe kan ik dat zeggen?
hoe de ander zich eigen heeft gevoeld in bepaalde situaties, zul jij op dat moment dan ook kunnen gaan ervaren. En dan krijg je eigenlijk dat je daar een balans in kunt brengen. Wat jij iets teweeg hebt gebracht bij een ander of de ander bij jou teweeg heeft gebracht. Wat gewoon niet prettig voelde. En dat is ook wat ik hier zie. Dat kan dus verdriet hebben opgeleverd voor velen van jullie. Kijk, maar jouw vlammetje gaat weer opnieuw branden. Je krijgt nieuwe mogelijkheden. Er gaat een vernieuwing komen. En dit is wat ik al best wel een aantal weken ook voel. Dat er voor velen... Dat je er tegenaan zit te hikken. Dat die vernieuwing er echt nu aankomt. Nieuwe ideeën kunnen er gaan komen. Nieuwe momenten. Dankbare momenten waarbij jij dus ook vanuit een heel ander oogpunt naar een situatie gaat kijken. Omdat je bepaalde ervaringen rijker bent geworden. Omdat jij jouw hart verder aan het uitzuiveren bent. En dus open staat om ook weer te kunnen ontvangen vanuit een ander element. Dit ontvangen kan dus voor iedereen anders gelden. Hè. Dit kan te maken hebben met als je in een relatie zit dat de verbinding tussen jullie twee versterkt gaat worden. Omdat je dus weer ruimte krijgt om naar een diepere verbinding te kunnen gaan connecten. Het kan ook zijn dat als jij als single aan het kijken bent dat er nu pas ruimte gaat komen om weer met iemand te kunnen gaan verbinden. En niet de verbindingen tot stand kunnen gaan komen waar je je lessen in hebt gehaald. Maar wel... Waarbij je ook echt eerlijk bent vanaf het eerste moment. Als er een van jullie bijvoorbeeld niet het juiste gevoel heeft. Of je hebt twijfel. Of je hebt met een onderbuikgevoel dat je daarmee komt. Of wat dan ook. Praat hierover. Je intuïtie die geeft jou haarfijn de werkelijkheid weer. Niet vanuit je hoofd. Maar echt vanuit je spiritueel hart gaan voelen. Want dan zul je ook merken dat als je dat... in werking gaat zetten, dat de connectie ook heel anders vorm gaat geven. En dan zul je ook merken dat de persoon waarmee je zou kunnen gaan verbinden, die is oprecht. Terwijl eerdere verbindingen niet oprecht waren, vanuit beide partijen of vanuit één kant. Nu krijg je wel de mogelijkheden, als je dus jouw hart zeer hebt opgelost, vooral omdat hier de 3 van zwaarden en de 6 van zwaarden liggen, het heeft wel met die heling te maken. Dus er mag echt wel een pijnstuk aangekeken worden. Voor sommigen kan het zijn dat er een energetisch koord zit die al zo lang actief is dat je eigenlijk niet meer in de gaten hebt dat die er zit. Kan ook zijn dat het er wel bewust zit. Dat je dan zoiets hebt van oké, nou mag ik ermee aan de slag. En dit alles omdat jij jouw innerlijk kind weer wil laten spreken. En wil genieten van de stabiliteit, van de connectie. Maar alles heeft tijd nodig. Alles heeft tijd nodig om hier aan te gaan werken. Nu zijn er eerder zaadjes geplant die niet meer naar jou toe zullen gaan komen. Maar er zijn ook zaadjes geplant die wel succesvol zullen zijn. Dus dit is ook het stukje los kunnen laten. Los kunnen laten van manifestaties wat je hebt verricht. Dat je daar niet zo gefixeerd meer op bent. Maar dat je het ook echt... manifesteert en ook los kunt gaan laten. En dat stukje loslaten is eigenlijk aan het universum of God of wie dan ook afgeven. En dan gewoon verder gaan op je eigen pad. En als je dat doet, zul je ook merken dat de ontkoppeling er gaat zijn. De sleutel zit al dichter binnen handbereik als dat jij denkt. En de sleutel heb je nog niet in het zicht. Kijk, dit zijn oude elementen. Als je nog blijft wachten op een persoon of een moment waar je... mee wil connecten of vorm wil geven wat niet voor jou bestemd is, dan blijf je gewoon in die kou zitten. Terwijl je ook op kunt staan, die sleutel kunt pakken, naar binnen kunt gaan en gewoon lekker comfortabel kunt gaan zitten. Het leven comfortabel mogelijk maken voor hoe jij het wil, is ook het comfortabel maken dat als je alleen bent, dat ook prima is. Mocht je dus een verbinding hopen te ontvangen... Nu zal niet iedereen een relatie willen. Sommigen zitten in een relatie, sommigen zijn er net uit en zijn daar in het verwerkingsproces. Maar het gaat meer om de gelijkgestemdheid op zielsniveau, op verbindingsniveau. Mensen waarmee jij een trillingsenergie kunt delen, waarmee je soms eerdere levens al geconnect hebt met elkaar. En dit waarmee je eigenlijk een directe verbinding vanuit jouw hartchakra voelt.
En dit gaat steeds meer komen. En dit gaat ook steeds meer in ontwikkeling komen voor het collectief. En ik tap in op het kanaal, dus niet zozeer in het grote collectief. Ik tap echt in op mijn kanaal. Dus mensen die daarop aan of op, bij uitkomen of al geabonneerd zijn of wat dan ook, daar tap ik op in. Dat doe ik omdat ik dan voel dat het zuiverder is wat ik door kan krijgen. Want als je echt alleen maar in het grote collectief op intapt, voel je natuurlijk ook best wel veel narigheid. En dat probeer ik te, ja, buiten de deur te houden. Dit is al een heel mooi proces. Ik zal er nog wat kaarten bij pakken. Onderkant dek. De Aas van Bekers. Korte verhaallijn even erbij. Moet hij op kop? Hij komt op de Lovers. Hij komt op kop. Geeft ook duidelijk weer van, oké, iets in het leven is niet voor jou bestemd geweest. En daar ontkoppel je eigen van. Dit is wel een proces geweest waarbij jij dus veel pijn en verdriet hebt kunnen ervaren. Maar het geeft ook weer de ruimte om je nieuwe pad te gaan bewandelen. Want we krijgen weer de Page van Staven. Kijk eens. Die godinnenenergie gaat gecreëerd worden. Je krijgt eigenlijk, je komt op een punt te zitten waarbij je weer de Aas van Beken. Met gemak vanuit je hart dingen kunt activeren. Daar hoef je niet heel veel meer voor te doen. En doordat je op dat punt gaat komen, zul je ook merken dat die stroming veel makkelijker gaat. Het manifesteren gaat makkelijker. De intensiteit met verbinding gaat makkelijker. Voor sommigen kan het dus ook op romantisch liefdesvlak zijn dat je een doorbraak gaat creëren. Als je in een relatie zit, dat dit verder in een diepgang gaat komen. In een positieve zin. Mocht jij als single kijken, kan het dus ook te maken hebben dat jij gewoon iemand kunt gaan ontmoeten. Nu zal dit niet voor iedereen direct gelden, maar dat kan wel in het energetisch veld al voelbaar zijn. Kijk. Ze krijgen de zeven van zwanen. In de originele tarot is dit een kaart met gele elementen. Geel staat eigenlijk voor positiviteit. Voelt voor mij ook dat jij het haar fijn voor door hebt waar de triggers zitten. Wat de mogelijkheden zijn om een eerlijke strijd aan te gaan. En dat voelt voor mij niet zo'n eerlijke strijd, maar een gelijkgestemde strijd. Een gelijkgestemde verbinding. Waarbij door het communiceren met elkaar de connectie alleen maar meer vorm kan gaan geven of krijgen. Waarbij je dus op een heel ander niveau kunt gaan connecten met iemand. We krijgen de Vijf van Staven. Ook weer een kaart waarbij het onderkant dek weer de Aas van Bekers. Dus dit is wel de overal energie voor deze week. Vanuit liefde mogen ontvangen, vanuit liefde ook het energetisch veld vergroten. De Vijf van Staven voelt voor mij als dat je, als je iemand nieuw leert kennen of je hebt natuurlijk al een partner, dan kan het zijn dat je elkaar opnieuw leert kennen in de zin van door te communiceren, door te connecten op een andere trillingsenergie. Dat je merkt van oké, door dit te communiceren met elkaar kan ik ook uitleggen waarom iets voor mij zo voelt. En je zult merken dat de ander ook meer ruimte gaat nemen om te luisteren ernaar. Maar ook hem of haar gevoel of waarheid daarin te delen. En nu is het zo dat niet elke waarheid dan hetzelfde zal zijn. Maar door erover te praten, kun je wel elkaar spiegelen, invoelen. En vanuit daar ook nieuwe oogpunten en standpunten creëren. Ik zie hier een groei echt op emotioneel vlak. Dat houdt dus voor mij echt in dat er heel veel ruimte gaat komen voor ook spirituele groei, spirituele connecties. Ga er ook lekker op uit. Ga de wereld in om ook gelijkgestemden te kunnen treffen. Want als je thuis blijft zitten, wordt dat natuurlijk lastig. Of je moet vanuit de laptop met iemand kunnen verbinden op een, weet ik, Facebookpagina of Instagram of geen idee wat er tegenwoordig allemaal is. Maar wat ik hier dus zie is wel heel bijzonder en heel erg mooi. En
Nou, als dit voor iedereen zo geldt deze aankomende week, dan, dan gun ik dit jullie ook zo van harte. Want dit is een hele mooie, rustige energiestroom. Ik pak als laatste nog even een boodschapkaart erbij. Door los te laten, creëer ik ruimte in mijn leven. Even kijken of dat die op beeld komt. Volgens mij wel nu. Door los te laten, creëer ik ruimte in mijn leven. Heel erg mooi, want door op te ruimen, doordat je de tijd hebt om ook oude pijnstukken aan te kijken, op te lossen, krijg je dus ook weer ruimte om dingen te mogen ontvangen, om je hartchakra verder transmuteren, hè? Dat stukje verder uit te zuiveren. Geluk staat aan jouw zijde. Het zijn alleen de laatste passen die jij nu gaat zetten om naar die vernieuwing te gaan. Dus voor sommigen kan het zijn dat je hier nog middenin zit. Voor anderen kan het zijn dat je hier al zit. Dus neem wat voor jou van toepassing is. Laat de rest lekker los. En dan wil ik met deze kaart in het scherm nog even zo. Wil ik afsluiten voor deze week. En dan wens ik jullie een heel mooi weekend toe. En tot de volgende video. Doei doei!